Aschvas denkt, is goed, Bobo, toe, en daar is de derde. Het gaat hard. Stenks met de paas. Geen sprake van buitenspel natuurlijk van Boadou, die nu bij alle drie de doelpunten betrokken is. Ik denk geen assist bij de eerste, want er zat toch iemand van Fortuna tussen. Een assist bij de tweede en verantwoordelijk voor de derde van AZ. En dat is wel vrij overtuigend ingeschoten ook natuurlijk. Het is goed in richting Smeets om dat te voorkomen. Stenks, Boadou bij hem natuurlijk. Paasje op Boadou is goed, het doelpunt is daar. Uitstekend uitgespeeld. Fraaie treffer van AZ. Hij de doelpuntenmaker. Stenks. De man van de assist. Maar het ingrijpen van Wuitens daar. Minstens zo belangrijk. Ja, de juiste snelheid gegeven. We voelen elkaar goed aan. Paas van Vlaar. De Wit vraagt. Staat er nog steeds. Och, wat een vrijheid. Onvoorstelbaar. Zelfde koppel. Stenks op Boadou. En het is 3-1. Weer een perfecte voorzet. Wat gaat het daar fout achterin bij Sparta. Echt onvoorstelbaar. Dat je de spits van de tegenstander zo vrij laat. Naar zijn vriend Boadou. Idrissi, Owen Wijndal is in aantocht. Idrissi heeft het gezien. Wijndal, weer zo'n aanval. En nu wordt het wel afgerond. Dan is het 1-0 voor AZ. Een combinatie die we al een aantal keren gezien hebben in deze eerste helft. En nu tot het eindstation. Vlekkeloos uitgevoerd. Op deze manier heeft AZ in die eerste helft Feyenoord natuurlijk al een aantal keren nadrukkelijk gewaarschuwd. Het recept, Idrissi naar Wijndal. Boadou kiest positie. Precies op het juiste moment, denk ik. Randje buitenspel, net niet. Op één lijn met de bal. En Boadou loopt er nu wel binnen. Zijn vierde van het seizoen. Prachtige aanval. Hier misschien nu wel. De paas van Stenks. Boadou. Boadou, ja, dan is het wel raak. Net op het moment dat je vertelt dat PSV het allemaal goed onder controle heeft, is daar de combinatie Stenks-Boadou. En Boadou met de eerste de beste mogelijkheid die hij heeft gekregen van Stenks. Laat hij zien hoe precies hij kan afmaken. En dat is een grote tik op slag van rust. Het doelpunt tegen is altijd een tik. Meegelopen is Wijndal. Wijndal 2-0. AZ slaat binnen 2 minuten twee keer toe. En weer is het Boadou die het doet. Nu op aangeven van Wijndal. Idrissi die hem precies op tijd geeft aan Wijndal. En dan is de verdediging van PSV. Boadou, knap meegenomen. Boadou, raak. Binnenkant paal. En 3-0. Daar waar hij al de hele avond op loert. Myron Boadou. Zevende competitiedoelpunt voor Boadou. Twente dacht aan aanvallen, een aantal mensen voor de bal. En hier is Boadou er snel langs bij Schenk en Roemeratu. En ook hij... Svensson. Voorzet levert de tweede treffer op. Boadou loopt hem erin. En dan is het toch dus nog op slag van rust. 2-0 voor AZ. Daar waar ze voor speelden. Maar waar Emmen voor vreesde. Het heeft lang geduurd, maar uiteindelijk toch nog voor rust en vrij geruststellende marge gecreëerd. Mitchell voetbalt zich de ruimte richting De Wit toe. En dan mag Stenks door. Kan het zomaar 0-3 worden? Dat wordt het ook. Dat wordt het ook. Daar waar Utrecht dicht bij 1-2 is, slaat AZ genadeloos hard toe. Voorwerk van Mitchell. Dan Stenks en dan Boadou. Hoe effectief, hoe scherp. AZ ook vandaag weer. Oh, Hamer, dat is onhandig. Gelukje misschien wel, kun je ook zeggen, voor Idrissi. Idrissi en Boadou. Dat is knap raak, zeg. Myron Boadou met zijn tiende van het seizoen. En AZ op voorsprong in Zwolle.
ongelukkig Hamer. Gelukkig Idrissi die dan door kan. Boadu kiest slim positie. Blijft even wachten op de rand van het strafschopgebied en de volley. Ja, die mag er zijn. Van Myron Boadu. Nu gaat hij binnen. Heeft AZ toch dat doelpunt te pakken. Als de extra tijd bijna daar is. AZ op 1-0, net als op 17 maart. Boadu. Natuurlijk probeert Ajax daar nog wat tegen in te brengen, maar Boadu met zijn 11e van het seizoen. Bal binnen. Boadu. Boadu doet het. En dan heeft het maar even geduurd dat Heerenveen op gelijke hoogte is geweest. Boadu van een metertje afstand schiet de bal hard en hoog in het net uit die hoekschop. En dan kan de Heerenveen weer opnieuw beginnen. Boadu met zijn 12e van het seizoen. Stenk Svensson. Svensson laag, Boadu 2-0. Zo, dat snijdt er ook wel eventjes doorheen. Dit is een prachtige aanval van AZ. Niks op aan te merken. En in de 36e minuut staat er dan toch wat je vooraf ook het meest logische vindt.